Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. De eerste na-competitieronde is voorbij. We hebben nog maar één ronde te gaan, nog één voorspelronde tot de laatste aflevering volgende week. Ik hoop dat jullie in ieder geval van genoten hebben, maar we gaan nog één ronde door. De allesbeslissende ronde. Laten we eerst naar de uitslagen kijken. VVV speelde 1-1 gelijk tegen Almere City, dus dat hield het nog erg spannend. NAC Emmen werd 1-2, Heerenveen tegen Twente werd ook 1-2 en je raadt het niet, Utrecht tegen Sparta werd ook 1-2. Dan had je natuurlijk de returns waar het weer 1-1 werd tussen Almere City en VVV. En Almere City heeft de penalties gewonnen, dus Almere City is door naar de finale van de na-competitie. FC Emmen NAC werd 2-0, dus de finale zal zijn Almere City tegen FC Emmen. Voor Europees voetbal moest FC Twente de return tegen Heerenveen. Dat werd 4-0, dus die zijn duidelijk door naar de finale. En die finale spelen ze tegen Sparta, want die heeft namelijk de penalties gewonnen van FC Utrecht. Dit is de voorspellers top 8. Stan staat bovenaan met 279 punten, nog steeds. Jurgen heeft me ingehaald, want die had een hele goede ronde met 275 punten. Ikzelf sta derde met 274 punten. Thomas op de vierde plek met 267 punten. Joey en Sven staan vijfde met 265 punten. Dan komt Mikey op de zevende plek met 261 punten. En Games op de achtste plek met 260 punten. De volledige stand is natuurlijk te vinden in de beschrijving. Nou, de laatste wedstrijden die we gaan voorspellen voor dit seizoen. Er zijn nog, 12 punten te halen. Die 12 punten kan nog uitmaken voor zowel Jurgen, die op nummer 2 staat. Stan, die op nummer 1 staat. En ikzelf, die op nummer 3 staat. Ik denk niet dat de nummer 4 met 12 punten eerste kan worden. Even kijken, 9... Oh, die kan gelijk komen met 12 punten. Dus Thomas zou nog gelijk kunnen komen met Stan. Het gaat vooral tussen Stan, Jurgen en mijzelf. Zoals jullie misschien nog van volgens mij vorig seizoen weten, kunnen meerdere mensen kampioen worden. Dus dat is in dit geval natuurlijk ook zo. De wedstrijd die we gaan voorspellen is Almere City tegen FC Emmen en Sparta tegen FC Twente. En natuurlijk de returns Emmen tegen Almere City en FC Twente tegen Sparta. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze één na laatste aflevering van Eredivisie Voorspellen. De volgende is de laatste. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer. Adios, amigos.